De Passion gaat verder. En dan volgen er twee bekende vioolsolo's in de Matthäus Passion. Door koor 1, een solo omlijst met de muziek van groep, instrumentale groep 1. Met de violist die die groep aanvoert. En groep 2, koor 2, met de violist die die groep aanvoert. Dus er zijn eigenlijk twee concertmeesters, twee solo-violisten enzovoort. En het ene is de aria Erbarme dich. En de volgende die je tegenkomt is de aria Gibt mir meinem Jesu wieder. Na die indrukwekkende aria's, en met name ook door de combinatie van de solo-violisten, gaat het verhaal verder. En we zitten nu omstreeks de versen 15 tot 27 in hoofdstuk 15 tot 22 in hoofdstuk 27 van Matthäus. Pilatus die staat voor een moeilijke keus. En hij vraagt het volk, wie moet ik vrijlaten? En het volk is daar duidelijk aan in. Barabbas, of in de Passion Barabbam. En hoe geef je dat als componist weer? Of als je dat schrijft, hoe voer je het dan uit? Dat kan zo. Antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweigen, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Als wij dat nu zouden zeggen, in deze tijd zou ik maar zeggen, zeg je dan uitgetrokken de naam, excuus dat ik het zo even doe, holy door. Of zeg je wie ik hebben moet, of nou vrijgelaten of anders. En als je iemand roept als volk, zeg je holy door. Zo kan het dus ook. Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Wat een verschil, hè? Dan gaat het stuk verder. Laat hem kruisigen. Last him kruisigen. En als je de noten, beginnoten van dat last him kruisigen, want de partijen beginnen allemaal na elkaar, hè, dus het is polyfoon. Als je ze met elkaar gaat verbinden in een partituur, dan krijg je dus echt een kruisvorm. Dit last im kreuzigen, het is de kreet van het volk, opruiend en revolutionair. Daarna komt een aria voor sopraan. Volgens velen de mooiste sopraanaria aller tijden. Aus Liebe. Een aria waarin de zangstem en de fluit elkaar omspelen en afwisselen. Het is de dankbare lofzang op de offerbereidheid van Jezus. Dat hij uit liefde dit gaat doen. De aria komt 7 keer in zijn geheel tot stilstand. En is in zijn geheel en orgelakkoorden geschreven. Zwevend in de lucht als een onschuldige glimlach van God. Als je die in een uitvoering hoort, dan zul je dat wel begrijpen. Dan krijgen we de reactie van de verbaasde gelovigen weer opnieuw. Dat meent het volk toch niet? Kruisigen. En het volk riep op: wast zijn handen in onschuld. En het volk gaat verder. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Maar eerst krijg je toch nog de vraag van het volk. Wie wonderbaarlijk is toch deze straf? Hoe wonderbaarlijk, hoe opmerkelijk is deze straf? Menen ze dat nou? Moeten we er nou echt gaan kruisigen? Thank you.
En dan laat hem kruisigen en zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ze schreeuwen maar wat mee en spraken. Das Kind und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Sie antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut war In het volgende recitatief en de aria geven de violen met hun spel bijna zichtbaar de geeseling weer. Gegroet, Jodenkoning. Hij kreeg een purperen mantel om en een kroon van doornen op zijn hoofd. Bach volgt dan met het zeer bekende koraal O Haupt voor bloed ontwoenden. Het hoofd, de spot, de doornenkroon, het gegruset. En wellicht kan iedereen voor zichzelf een voorstelling maken hoe dat koraal moet klinken. Dat deden ook drie dirigenten. Ik laat ze alle drie even horen. Dit was die van 4,5 uur, kunt u zich voorstellen. Ja, ik geef toch even een persoonlijke reactie. Als ik dit hoor, dan denk ik, het is een liedje. Dat gaat erover dat ik op een lentedag met twee overjarige uien onder mijn arm op een bospaadje fietste en daar een eekhoorntje tegenkwam. Of zoiets. Het kan ook woester. Althans, ja, hoe moet je dit noemen? Thank you.
laat de meningen aan jullie. Mijn handen jeuken als ik het zo graag zou willen laten klinken. Zoals ik zo graag de tekst wil laten voelen door zangers en publiek. Maar goed, ik zit hier mijn best te doen op toch een laptopje. En ik hoop maar dat het goed gaat, want ik kan dat totaal niet controleren natuurlijk. Dus. Na O Haupt vol bloed doet woenden, u weet wel, er is al eerder gezegd, jij die de tempel zou afbreken en opbouwen in 3 dagen, weet je wel, dat heb je toch gezegd? Nou, help jezelf dan nu maar even, hè? Anderen heb jij wel kunnen helpen. Nou, waarom kun je jezelf niet helpen? Jij bent toch Gods zoon? Kom dan gewoon van dat kruis af. En dan vangt de akte, om het zo maar te zeggen, aan van het sterven van Jezus. Jezus schreeuwde het uit. Jezus kreeg een spons, engel. Jezus heeft daar diverse woorden gesproken, maar de meest dramatische woorden zijn toch Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Geest. Helaas wordt dat moment ook vaak te snel gezongen, wordt er overheen gehuppeld. En zoals je het dan beleeft, dan is het Eli, Eli, lama sabachthani. Waarom hast u mij verlassen? Want Jezus, hij gaf de geest en zo. Nou, goed, volgende hoofdstuk. Wat krijgen we nu? Het heeft iets bizars altijd in mijn beleving. Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, aber die da stunden, dass sie das hörten, sprachen sie. Und als die Feiner unter ihnen nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die
lachten, aber sprachen. Hand, Hand, das Schöne, ob Elias kommt, der gut im Kampf. Aber Jesus schrie aber mal Zo hoort het in mijn beleving. En niet dat snelle gedoe. Dit is nou precies waar het allemaal om gaat. En dat mag de tijd krijgen. Dat mag en dat moet binnenkomen. En zo vele, vele, vele malen als ik de Matthäus heb gezongen en gehoord en dingen heb uitgevoerd en mee bezig ben geweest, zijn dit toch de momenten dat je altijd even moet slikken. Hoorde u trouwens, of let u trouwens een volgende keer even bij. We hebben alle keren als Jezus iets zegt, dus de bassolist die de woord, dan is dat met die stralenkrans van strijkers. Maar hier, in dit stukje, bij het werkelijke sterven, geen strijkers. Alleen het orgel. En dat maakt een wereld van verschil om aan te zetten waar het over gaat. En dan wordt dat gevolgd door dat unieke koraal. Misschien wel ietsje te langzaam dan ik zou doen. Maar ik verkies toch liever dit dan boven er snel even doorheen te gaan. Want zowel muziek als tekst zijn ook een beschouwing. Ook een emotionele beleving. Ook een verwerking van de beleving. Iets wat je met alle vezels in je lijf moet beleven, ervaren. Waardoor je door het zingen iets meeneemt, iets krijgt van
wat er in werkelijkheid is gebeurd, maar ook hoe je daar verder mee om moet gaan, enzovoort. Dan scheurt de voorhang van boven naar beneden. De aarde beefde en sidderde. En het is ook duidelijk in het orkest te horen. Let maar op als u gaat luisteren. De voorhang van boven naar beneden. Dan hoor je hem ook. En dan zie je in de partituur zie je ook zo. Die scheur zie je zo helemaal lopen van al die kleine nootjes. En de aarde beefde enzovoorts. En dan volgen misschien de meest ware woorden uit de hele Passion. Waar het voor de mensheid, zeker in die tijd, om gaat. Waarlijk, dit was Gods zoon. Of waarlijk, dit was Gods zoon. Waar je ook de klemtoon wil leggen. Echt waar. En Bach liet dat zo mooi horen. Maar ook hier weer, hoe voer je het uit? Ik laat daar 3 versies van horen. De eerste is een wat algemene versie. Erschraken sie sehr und sprachen. Tempo vind ik goed, alleen ik mis hier een beetje de expressie in. Het gevoel, de explosie als het ware van het tot inkeer komen, van de waarheid weet van verrek jongens. Het was echt Gods zoon, wat hebben we gedaan, enzovoort. Dan krijgen we de volgende. Oh, echt waar hoor, dit was Gods zoon. En zeg, maar nou ik je toch spreek, weet je nog van... Hoe kun je hier zo overheen huppelen? De derde. Even los van het tempo, maar als je het over expressie en emotie hebt. Erschraken sie sehr. Dan wordt het lichaam van het krukwekkende bassolo. Mache dich, mein Herz rein, ich will Jesum selbst begraben. Geef ons dat lichaam mee, wij willen, ik wil Jezus zelf gaan begraven. Met daarna de belofte om na 3 dagen weer op te staan. De tempel zou afgebroken worden en in 3 dagen weer opgebouwd worden. Maar eerst krijg je het afscheid van Jezus. Hij is dood. En dat wordt beschreven in de Matthäus. Nun ist der Herr zur Ruhe gebracht. Jezus is nu in rusten. En het is een afscheid van de doden. Het is ook het afscheid van de solisten in
de Matthäus, mein Jesu, gute Nacht. Als het laatste deel wordt ingezet, dan zul je merken dat als, net als bij het laatste deel voor de pauze, het publiek dit herkent. Ach, dat is een heel herkenbaar lied, want het is namelijk het laatste liedje. Zuchtend van wat jammer dat het is afgelopen, tot aan gelukkig het is voorbij. In elk geval een deel wat mensen in beweging zet, maar ook het hele koor en het hele orkest. Johann Sebastian heeft met de Matthäuspassion zijn eigen geloofsovertuiging aan het nageslacht overgeleverd. Het werk stelt de bemiddeling tussen God en de mensen centraal, die tot stand gebracht werd door de dood op het kruis van Christus. Het lijden en sterven van Christus wordt steeds gezien in het licht van verlossing en van vergeving van zonden. Een anekdote vertelt dat Bach, toen hij het slotkoor aan het schrijven was, zo aangegrepen werd door hetgeen hij zelf schreef, dat de tranen hem over de wangen liepen en neervielen op het muziekpapier, waarop het Wir setzen uns mit Tränen nieder ontstond. Ook eindigt de Matthäuspassion met een groot septiem als voorhouding in de muziek. De voorhouding lost normaal op. Dit symboliseert dat het evangelie geen droevigheid kent, maar de opstanding van Christus en dat ze eeuwig blijft bestaan. De weg naar Pasen is nu vrij.
andere koor. Samen. Eigenlijk was dit het. Alleen Bach, die kon nog niet stoppen. Die moest nog even iets kwijt. Die was nog niet helemaal klaar. Dus hij maakte nog een kleine doorwerking van alles. En in een, zeg maar, tussenstukje waarna hij weer het origineel op ging pakken. En weer terug naar het begin. De voorhoudingen, 17.
Dan is het altijd even stil. Er zijn uitvoeringen waar vooraf gevraagd wordt om nu niet te applaudisseren. Er zijn uitvoeringen waar uitbundig voor geapplaudisseerd wordt. Het is een keus. Applaudisseren betekent eigenlijk een dankjewel zeggen aan de mensen die zich ervoor ingespannen hebben om het over te brengen. Om het verhaal op die manier te brengen. Daar wil je je waardering voor uiten. Aan de andere kant is het onderwerp dusdanig dat het misschien juist niet gepast is om te applaudisseren. Ik heb daar niet een uitgesproken mening over. Ik laat dat over aan degene. En het heeft ook te maken met op welke dag, op welk moment, waar en hoe hij wordt uitgevoerd. Hopelijk hebben jullie geduld op kunnen brengen om dit allemaal mee te maken. Misschien heb je het in een aantal stukken gedeeld, ook heel goed. Want ik hoop dat je er wat van op hebt kunnen steken. Dat je misschien aantekeningen gemaakt hebt om daarmee de Matthäus te gaan beluisteren. Misschien laat je het hierbij. En heb je toch een kleine indruk gekregen over het verhaal. Zoals het er bestond en hoe dat door Bach op muziek is gezet. Ik wens jullie allen een mooie Matthäusbeleving toe, zinvolle paasdagen op 1,5 meter en blijf gezond. Dag allemaal, tot snel hoop ik, hè? Dag.